Tijdens de economische missie naar Marokko staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Daarom brachten staatssecretarissen Heemskerk en Abu Talib een bezoek aan Akzo Nobel in Casablanca. Wordt er een beetje geverfd hier in Marokko? Nou, nog lang niet zoveel als in Europa, in de ontwikkelde landen. Ik moet zeggen dat hier ongeveer een tiende van het verfverbruik is als in West-Europa. Want de doe-het-zelf-verver moet in Marokko nog opstaan. Arbeid is hier een stuk goedkoper dan in Nederland en daarom worden voor elke klus professionals ingehuurd. Daarbij speelt Akzo een belangrijke rol, omdat het bedrijf al ruim 20 jaar een opleiding voor schilders verzorgt. Dat is een van de voorbeelden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens staatssecretaris Heemskerk geeft Akzo met haar bedrijfsvoering het goede voorbeeld. Akzo Nobel laat zien hier hoe ze proberen zo duurzaam mogelijk te produceren. Ze houden zich verre van wat ze hier noemen bruine enveloppen, oftewel mogelijke corruptie. Smeergeld dat betaald gaat worden. Men ziet strikt toe ook op de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden van de toeleveranciers. En ze zeggen ja, dat kost af en toe wellicht extra omzet. Maar we krijgen dat terug omdat iedereen weet dat we bekend staan als een kwalitatief goed bedrijf met kwalitatief goede producten. En men denkt dat zeker terug te kunnen verdienen in een hogere marge.